What up mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Som en vandaag gaan we iets doen. Eigenlijk gaan we elke dag bijna wel iets doen, want we hebben nog steeds vakantie. Maar vandaag gaan we naar Dolfinarum. Nee, Manuela is hier al lekkere broodjes aan het maken. En ik moet heel eerlijk zeggen, het ziet er lekker uit. Voor de vakantie zaten we nog helemaal in een sportdieet en zo, maar ik heb een beetje het idee dat dat helemaal weg is. Nou ja, weet je wat het is? Het is meer vanuit mijn zwangerschap gekomen. Dat ik heel erg mijn oude patroon, of meer een makkelijker patroon heb gevolgd eigenlijk. Gewoon het normale mensenleven wat de meeste mensen eigenlijk gewoon eten. Maar wij wilden daar heel erg van afstappen, maar ik merkte gewoon met mijn zwangerschap dat het niet ging. Nou, nu hoogwaarschijnlijk is het een miskraam. Daar gaan we wel van uit, want ik merk ook dat mijn lichaam veranderd is. Dus eigenlijk zou ik dan wel weer opnieuw even over kunnen stappen. Maar het is toch best wel even moeilijk om dan weer even die overstap te maken. Kom eens hier. Ik ben bezig. Ja, een klein stukje vlam. Dit ga ik zo boos doen ook. Af, het is helemaal laat. Wat ben je boos joh? Omdat ik dit even ik ga kietelen. Dan ga je even hier staan en dan ga je zo... Hier heb je geen licht bro, kijk. Ligt er wel op geloof ik hè? Gisteren? Ja. Ja, ik het was even heel raar ja. Nou, ik hoop dat het vandaag beter gaat, maar in ieder geval, we gaan dus naar het Dolfinarium met Naomi, de moeder en de zusje. Dus daar gaan we zo meteen heen, maar we nemen dit keer een keer eten en drinken mee van tevoren, want anders kost een dagje eigenlijk best wel duur. Want tegenwoordig pretparken en dat soort dingen en dierentuinen zijn dan best wel duur, bioscoop en noem maar op. Dus als je dan ook nog eten dacht halen, daar verdienen ze waarschijnlijk het meeste op. Ja, en dit mag ook gewoon, hè. Het is ook niet erg als je even een dingetje haalt, alleen... Als je continu maar kleine dingetjes haalt, dan zit je uiteindelijk op een behoorlijk bedrag. En dat, Ja, en nu kan je gewoon zelf meenemen wat je zelf wilt. Want alles wat daar meestal ligt is allemaal hetzelfde. Patat, pannenkoek en sausage, broodje en hotdog. Maar joh, hij gaat echt sneeuw, Lisanne. Ja. Oké, we lopen naar de wijk. We zijn dus onderweg naar het Dolfinarium. Daar is het, als het goed is. Met het treintje meegegaan, verderop geparkeerd. Dus het voelt weer alsof we een dagje toerist zijn in eigen land. Zeg even wat ik heb gedaan. Ja, soms echt af en toe zo. Loop er eens naartoe, loop er eens naartoe. Ben ik bijzonder? Dat is mijn vest. En Naomi zegt dan tegen mij, waarom gooi je dat daarin? Nou, ik zeg tegen haar, als ik hem in een kluisje moet doen, kost het geld. Als ik hem in de bosjes gooi en iemand vindt, dan breng ik hem naar de volgende voorwerpen. We waren nog gratis voor mij. En als er straks daar nog ligt, dan pak ik nog op weer. Ja, ze kunnen daarachter ook nog. Ja. Ze zijn wel echt lief. Weet je wat het bovenste is? Bot. Ja. Wat is die schuimachtig? Dat is een soort spons van de natuur. Hij heeft prikkels nodig, jongens. Dus toen zei hij, ik doe maar push-ups. Oké. Okay. Helpt het? Ja, wel een beetje. Maar ik voel me best wel... Ik voel me in één keer een speld in een hooiberg. Zijn de golven van de zee? De tijd is nu daar. Dus zo helder als water. Hoe minder afval in de wereld, hoe schoner wordt het. China, schil!
Langs de kusten van Canada en Alaska vind je geen zandstranden. Maar wat voor partijen zoals deze hier? Go! Doet hij best knap, hè? Was hij nog een dolfijn aan het filmen trouwens. Maar dat ziet er niet veelbelovend uit, jongens. Die verveelt zich voor mij een beetje. Het is gewoon best wel zielig eigenlijk. Ga even naar de dolfijn show. Kom mee. Ruikt van de chloor. Nee, vis hoor. Ja, vis met chloor. Nagaan dat ze gewoon in chloor zwemmen. Dat is echt ziek zijn. Hé, hey, zit erin. Zeker, je bent in ieder geval niet de enigste. Maar hoe vond je het, lieverd? Ik blijf het toch wel zielig vinden. Ik vind het hele mooie beesten, maar ja. het gaat een beetje meer om de natuur in te zoeken. Tanne, vond je het leuk? Ja. Wat vond je leuk dan? Alles. Wat is alles? Noem eens iets specifieks. Dat hij een dip in de achterzalte weet. Zalters waren wel cool, hè? Alles is. Tegelijk. Ja. Een bruine dingen, toch? Nou. Nee, hou op. Oei. Hou op. Nou, het is lopen. Dolfinaar, hier is een stukje rustiger, hè? Wat beter vloggen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het niet heel erg leuk. Het is best wel druk. En het tweede is toch maar een beetje, ja, je denkt van, is dat zielig of zo? Krook binnen gewoon echt letterlijk gewoon chloor, weet je wel. Lieverd, kijk even of mijn vest er nog ligt. Zitten wel mensen nu op die plek? Ik zie hem liggen. Ja, echt? Ja, echt. Ligt er nog? Ja, hij ligt er nog. Ja, had je niet verwacht, hè? Nee, had ik niet verwacht, nee. Mijn schoonmoeder verklaart mij helemaal te gek. Ja, hoor. Best. Nou, bedankt voor het bewaken. Goed bezig. Tot hoe laat is het park open? 5 uur. Nog 5 uur? Ja, en nog een half uurtje waarschijnlijk. Oh, ja, het is bijna 15:15. Precies. Oké, ja. Dankjewel. Nou, lief het. Hoppakee, gratis. Gratis. Kijk, er komt het treintje weer aan. Mama, het treintje komt weer. Vond je het leuk, lieverd? Hé? Hey? Vond je het leuk? Ja. Treintjes, we moeten gaan. Zal ik echt het treintje aanrennen? Ja.